aanspannetje maak je nu zelf een heerlijke stoofmaaltijd. Net zoals je moeder die vroeger maakte. Je snijdt de uien in stukjes, de hamdakjes in blokjes en je topt je eigen bolletjes. En dan neem je een grote stoofpan. Een wok- of hapjespan kan natuurlijk ook. Je braadt het vlees, je voegt de groenten toe en de mix. 30 minuten laten sudderen. Maggie. Een aanspannetje met spersiebonen. Een beetje van jezelf en een beetje van Maggie. Okay. I've done the first one. Well, second one. Okay. A little bit too dark, I think. I'll do this again tomorrow in the light. But we have our own fire.